Een hele goede avond allemaal en welkom weer bij een stream van mij, Mark.nl. Ja, ik ga verder met Titanfall 2, want ik zat met andere mensen even te spelen. Ik heb wel de PlayStation camera dit keer uitgeschakeld, want dan heb ik wel beter zicht erop. Ja, niet van belang. Pilots for pilots, maar. Ik ga dat in elke tijd. Elektronenwolf die ik zelf gooide per ongeluk. Houd je hit, bedankt. Nee, ik wil de schimmel niet uitgooien.
opening ahead. Ik moet zeggen dat de multiplayer me hiervan wel bevalt, maar toch ben ik ook niet naar single player. Deze game krijgt een kans van mij. Eerst heb ik niet gespeeld, omdat die alleen op Xbox uitkwam. Ah, sweet, ik had hem nog. Weet je, iedereen is het team verlaten, serieus. Ik hoop dat ze daarvoor wel in de originele game strafpunten voor gaan geven, te vroeg het spel verlaten. Hup. Die ruik ik ook. En het zo zwaar verliezen.
Ik had hem nog wel. Maar ook al moet ik hem maken, het richtend schieten. Pick it up, pilot. They're pulling ahead. Got us this time, but we'll be back. Iets instellen. Het probleem met dit soort spellen is wel veel campers. Ook een plan. Als ze meer dan zoveel minuten op één plek zitten, eruit verbannen.
Kun je aan je boven op de dak te campen? En de helft van mijn team gaat er weer vandoor. Sure. Ik ga even naar een andere lobby. Eerst even mijn class customizen. Veel velden op te doen. Oeps, kut ik naar mezelf? Ja.
on track. We're winning this one. Time to earn our pay. Fight harder.
Total domination. We win, they lose. Just how I like it. Nou, dat was hem voor nu. Wat ik vind van het spel zelf. Er kan nog het een en ander aan gefixt worden. Dat is zo. Maar dit is nog een beta versie. Dus het kan zo gebeuren dat dat nog gaat gebeuren bij de originele versie. Maar het spel zelf is wel top. Ik vind het alleen een beetje te Call of Duty-achtig lijken nu. Maar dat is wel oké. Maar voor nu, iedereen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer maar weer. Laters!